Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. ...op de satellietfoto geen wolkje aan de lucht... ...en ook vanaf de grond zullen we geen wolkje zien vandaag. Zonnig weer dus... ...en dat betekent ook oplopende temperaturen. Vanochtend wordt het al snel meer dan 20 graden... ...bij een zwakke wind uit het zuidoosten. En vanmiddag loopt de temperatuur nog wat verder op... ...dan wordt het 24 of 25 graden in het noordwesten... ...en lokaal misschien wel 29 graden in delen van Oost-Brabant. Volop zon, de wind draait wel naar het zuidwesten tot westen... ...en vanaf dat moment stroomt in het westen wat minder warme lucht het land in. Vanavond blijft Blijft het nog wel lang 20 graden met brede opklaringen, geen wolkje aan de lucht en de wind is dan west tot zuidwest. Dan gaan we naar morgen, hebben we iets lagere temperaturen, 22 tot lokaal 24 graden wordt het. Maar het blijft gewoon redelijk zonnig met wel wat stapelwolken, maar die doen het alleen maar mooi op foto's. Voor de zaterdag voorzie ik wel iets meer bewolking van het westen uit. En die bewolking die wordt in de loop van de dag wel dikker en dikker. Toch wordt het in het binnenland nog makkelijk 25 of 26 graden. Zondag trekken de wolken met een enkele bui alweer weg. Dan breekt de zon door met 21 of 22 graden. En maandag is het weer zomer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.